Hallo, dit is Ik heb een plan. Het programma van Andy, Fatima, Jerry, Jude, Rosanne en Stacy. Zij gaan de wereld veranderen. Vorige week zag je Jerry, Andy en Stacy. Jerry's plan is geslaagd. Hij is in de Tweede Kamer geweest en heeft een babbeltje met minister Zalm gemaakt. Er is hem zelfs een baan aangeboden bij de VVD. Andy's plan is ook gelukt. Hij haalt jongeren van de straat, maar hij is er wel achter gekomen dat er toch meer nodig is om mensen echt te helpen. Rosanne's plan is mislukt. Ze wilde een sponsordag organiseren om geld op te halen voor een kinderthuis in Afrika. Ze kreeg niet genoeg hulp, maar ze gaat het nu op andere manieren proberen. Nu zie je Stacy, Jude en Fatima. Stacy is nog steeds druk bezig met haar nieuwe cd. Er staan allemaal onbekende bandjes op en om die een pitsie bekender te maken staat er ook een nummer op van Bo van Erve Dorens. Jude kwam erachter dat zijn zaal veel te groot was en dat hij te veel bekende artiesten wilde regelen. Maar gelukkig heeft hij Etienne Poeder nog. De sponsors wilden het ook niet helemaal lukken. De modeshow staat voor deze week gepland, maar lukt alles wel op tijd? Fatima is op bezoek geweest bij Radio Fun X om tips te krijgen voor haar debat. Uiteindelijk heeft ze een club meiden gevonden die haar willen helpen. Maar gaat het allemaal wel lukken om een debat op poten te zetten? Ja, ik heb een plan. Ik wil graag een debat organiseren. Nou, ik heb een plan. Ik wil graag een politieke beweging oprichten. Ja, mijn plan is om een modeshow te houden voor het goede doel. Ik heb een plan om in Burundi een tehuis voor straatkinderen op te zetten. Mijn plan is onbekende mensen een kans geven om bekend te worden. Mijn plan is om hangjongeren te helpen. Zal ik zo uitleggen? Oké dan. We zijn nog aan het onderhandelen hoor, stop filmen. Wat ben je aan het doen? Ik ben een overeenkomst aan het regelen met deze meneer. En wie ben jij? Ik ben Jens van de Solid Rocket Boosters. Reclame. Dat is een band. Wat zeg je? Dat is een band. Dat is een band, ja. En wat ga jij precies onderhandelen met Stacy? Ik ga niks onderhandelen, ik ga wat tekenen. Of tenminste, zij gaat wat tekenen. Maar waarvoor? Voor de Dutch Delight 2 cd. En er staan 8? 10. 10 Nederlandse bands op, waaronder wij. Je hebt niet gedaan wat ik vroeg, want je moet ook hier, graag alsjeblieft, onder elke pagina even een krabbeltje zetten. Want dan weet ik dat je elke pagina hebt gelezen. Begrijp je? Dan is het niet. Okay, het is een initiaaltje, zeg maar. Anders geloof ik je niet. Dan kan je zeggen, hey, die bladzijde heb ik nooit gezien. Dat mag niet, hè. Is dit je eerste platendeal? Mijn eerste echte officiële platendeal, ja. Ik weet het. Het voelt relaxed, spannend. Ben je ook blij dat je hem onder contract hebt? Ik ben een klein, trots, blond meisje. Kom binnen. Nou, Jude, we zijn in theater De Lampegiet in Veenendaal. Ja. Dat, wat ga je doen? Nou, ik ga hier dus mijn show houden. Je gaat hier je show houden? Als het goed is wel. Maar je had toch de Pepsi steeds gepland eigenlijk? Ja, maar dat ging allemaal niet door en zo. Het was allemaal veel te duur. En dit is al een stuk meer, ja, beter betaalbaar. Ja. Dus hoeveel kost deze dan? €2200 ongeveer, inclusief BTW. En dat geld, dat heb je wel? Nou, dat is maar een probleem. Dat moet even over gaan hebben met de spons en dergelijke. Maar wie zijn nou die sponsors dan? Ja, dat is dus, we zijn nog steeds bezig met verschillende sponsors. Maar ja, je moet dus nu in een hele korte tijd die €2200 zien te krijgen. Ja. U werkt hier? Ik werk hier inderdaad, ja. Kunt u ons een beetje rondleiden? Ik kan u wel even rondleiden, ja. Dus we zijn erg benieuwd naar hoe die show van Jude eruit gezien. En dat gaat hier gebeuren. Ja. Hier gaat Etienne Poeder op de bank zitten. Ja, inderdaad. Die gaat daar zitten in het hoekje. Met een bakje chips. Ja. Maar Jude, je moet heel erg opschieten. Je hebt nog maar 1 week. Ja, ik weet het. Ja, het is best wel groot eigenlijk, zoals je ziet. Ja. Deze zaal, hoeveel mensen gaan erin? 521 mensen. En dit gaat volkomen? Dat hoop ik. Nou, we komen over een week weer langs. Ja, en dan is het zover. Dan is het zover.
Ik hoop dat die hele zaal bomvol zit. Ik ook. Hoi, Vaat. Hi. Ze zien er mooi uit. Oh ja, dank je. Ik ben aan het werk. Hey, hoe gaat het met je plan? Heel goed. Ja, aanstaande vrijdag heb ik een debat. Het gaat dus door? Het gaat door, wat ja. Goed. En het wordt hartstikke leuk. Lange Franse baas Beekom ook. Echt waar? Dus, ja. Maar het debat is dus volgende week al. En ja. We hebben jou eigenlijk niet meer gezien sinds vorige keer. Nee. Heb je niks gedaan? Nou, weet je... Nee. Luif. Nou, ja zeg. Nee, daar heb ik een hele goede reden voor. Nou. Want de Club West bestaat uit studenten. Nou, die hebben het hartstikke druk met school, met werk. Het zijn de meisjes die we laatst hebben gezien. Ja, en er zijn nog twee jongens bijgekomen. Toen hadden ze de organisatie Erken gevraagd om mee te helpen. Maar is het dan nog wel jouw debat? Ja, toch wel, want het gaat alleen maar in samenwerking met Erke. We hebben bijvoorbeeld de stellingen gisteren doorgenomen. We hebben de stellingen zelf bedacht. Dus echt de inhoudelijke debat is eigenlijk door ons georganiseerd. En qua locatie, qua mensenwerven, dat is eigenlijk via Erke gegaan. Waar gaat het debat over dan? Over vrijheid van meningsuiting of godslastering. Mooi, nou, dat is wel lekker makkelijk, zo'n plan. Ja. He? Je hebt gewoon een plan en anderen voeren het uit. Het is heel moeilijk geweest. Het is echt heel moeilijk geweest in het begin. Samenwerking is echt heel essentieel om een debat te organiseren. Dat is echt mijn belangrijkste tip aan iedereen. Uiteindelijk ben ik er echt tevreden mee. En ik ben zo benieuwd hoe het vrijdag zal gaan. Vanavond komt Dutch Delight volume 2 uit. Kijk. Ja. 10 nieuwe bands vanavond in de Melkweg, grote zaal. Wordt een leuk feestje met heel veel kaas. Ik ben hier aan het aankleden in een huis Volendamse, is het toch? Kaaspakje. Ik loop verlul. Wat is de doelgroep? Leuke mensen. Niet bejaard en niet stinkend. Ik wil in Dutch Delight beleggen. Wil je dat hele pak kwijt? Nee, dat gaat nooit lukken. Tonight, Great Party, Melkweg. Hoeveel flyers heb je? Ik heb zo'n 5000 flyers, denk ik. Hoe kom je dan aan het geld om die flyers te drukken? Via mijn sponsor, hè? Waar heb je geld van gekregen, van het kaasmerk? Ja. Hoeveel geld kreeg je daarvan? Genoeg om te kunnen flyeren in deze pakjes. Is het geheim hoeveel je ervan kreeg? Ja. Tonight, great party. Waar is dat? In de Melkweg, live muziek. En heel veel kaas. Wat is dat dan daar? Kaasje Melkweg, dan wil je hier. De Melkweg is hier aan het einde van Leidse straat, hè? Aan rechts. Ah. Dankjewel. En jij maar zeggen dat bejaarden niet tot de doelgroepen horen. Oh Jude, waar ben je nou aan begonnen? Kijk, de jaarbeurs, het was inderdaad een beetje te hoog gegrepen. Dat dacht ik al onmiddellijk, maar het lampengiet... In Veenendaal, ja, dat is echt wel heel erg treurig. Ik zou de boel maar cancelen, want al heb je Don Diego Poeder of wie dan ook, daar komt toch niemand opdagen. Ik zou zeggen, ga nou nog eens een keer rustig aanpakken. En dan van de zomer bij een strandtent in Bloemendaal, grote cocktails en zo. Ik denk dat het dan wel volstroomt. En dan Fatima, je debat is nu bijna rond, maar je thema's die zwerven nog een beetje rond van hoofddoekjes tot Surinaams koken. Probeer het nou zelf eerst even in je hoofd op orde te krijgen en praat een beetje langzamer. En dan kunnen de rest van de mensen er misschien ook eventjes over kleppen op je debat. En Stacy, ja, je bent echt wel heel erg in de war geraakt. Dus nou laat je je door zo'n kaassponsor die een paar honderd euro aan je geeft, laat je je zo inpalmen dat je daar in zo'n raar pakkie gaat rondlopen. Gewoon eventjes je priority straight houden, Stacy. Je hebt het hier over muziek, niet over kaas.
It's rude and inexcusable. Hoe gaat het? Want vandaag is de dag van je modeshow. Ja. We waren heel benieuwd. Gaat het gebeuren? Het gaat niet door. Gaat niet door? Hoe kan het nou dat het opeens niet doorgaat? Ik begrijp er niks van. Er waren gewoon een paar zaken nog niet rond. En dat, zoals? Zoals via financiële zaken eigenlijk. En dan kwam ik niet op tijd rond. Je had geen geld? Niet genoeg. Hoeveel had je dan? Ik had iets van zeg, 500 euro. Als je nu terugkijkt op het afgelopen jaar, hoe je die show wilde beginnen. Je vertelde ons, je wilde 50.000 euro bij elkaar hebben. Je wilde beginnen in de Brabant-hallen of de IJsselhallen. Nou, uiteindelijk werd het de Pepsi Stage en toen Veenendaal. Het Lampegiet inderdaad. Ben je niet gewoon veel te groot begonnen? Ja, het was inderdaad een beetje gebaseerd op een oud idee van die we eerder hadden. Ja, maar wie zijn nou we, Jude? Dan ben jij toch gewoon, die idee? Nee, ik inderdaad, maar we hebben ook... Jij hebt, ja. Nee, dat ik was eerst... Ja, ik ben nu een beetje alleen. Een beetje eenzaam, maar... ik heb eerst een grote team. En er stond zoiets van 10 mensen. Alleen, die bleek achteraf zich te weinig in te zetten. Ja. Waardoor ik ze eigenlijk allemaal gedumpt heb, om het zo even te zeggen. En dat, dat werkte gewoon niet. En je hebt ook kaas gekregen? Ja. Hoeveel? 20 kilo. 20 kilo. En dat ga je vanavond uitdelen? Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Wauw. Maar je ziet, het moet nog allemaal in blokjes gesneden worden. De zaal is open. Nu begint het, hè? Spannend, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Goedenavond en welkom waar wij de cd-presentatie van Dutch Delight Volume 2. En dan heb ik alweer behoefte aan bier. Dames en heren, veel applaus voor... Bo van Eppendorff! Ja, ik kijk de wereld in mijn handen. Hier in Amsterdam, Amsterdam de mooiste. Amsterdam de enige. Amsterdam de mooiste. Amsterdam de enige. Boys, bedankt! Hè. En luister. Voor Stacey! Stacey, wil je nog een klein woordje spreken na deze fantastische avond? Ja? Kom hier. Dankzij haar staan we hier allemaal. Zelfs ik. Godverdomme zeg, wat een avond. Eén dingetje, dit was godverdomme Bo van Ervendongens hier live on stage vanavond. Maar, dit nummer staat op cd en die is godverdomme daar. Een boekje te koop. Hey! Oh, hi! Wat even voor? Ja? Hier. Oké. Okay. Ja, dat is oh, weer druk? Ja, we zijn een beetje aan het voorbereiden. Dus, ja. Gaat het goed? Het gaat lekker. Ja, hoe laat is het nu? Het is 4:15. Mijn sessie begint het. En we zijn al een beetje klaar. Ik ben gastvrouw van de avond. Die ontvangt de gasten. En de gasten die moeten hun naam dan geven en dan krijg ik dat aan en dan moet ik zeggen, kan ik een jas aannemen? En dan hangt dat in de galerij en dan kunnen ze doorlopen. Hier wordt het dan gehouden. Okay. Vrij kleine zaal, maar dat maakt niet uit voor de eerste keer. En dan krijg je dit. Dat is wel handig, want dan heb je hier de vier stellingen.
optreden van Lange Frans en Baas B. Ja, daar komen wij voor. Ja. Wat is dat, Vaat? Dat is een, ik wilde zeggen, een naambordje. Ja, het is een naambordje. Ja. Een sticker. Een naamstickertje. Ja, in dit geval. En dan staat Fatima en Sasa. En jouw naam? Ismaël. Oké, Elmo Robert? Zullen jullie alsjeblieft daar willen staan, want anders wordt het echt zo'n zootje. Ik vind juist dat de Nederlandse meerderheid jarenlang een houding heeft aangenomen van superieur eigenlijk. Ik vind dat jullie een heel goede maatschappij hebben. Spijt genoeg is er een Mohammed Beel gewoon met Almanah of bom geweest om een moord te plegen. Is het eigenlijk dan heel moeilijk gebleken om zo'n plan alleen uit te voeren? Dat is inderdaad vooral voor een bedrijf dat net begint. Bleek het gewoon heel moeilijk te zijn om alles gewoon te kunnen regelen. Ook omdat heel veel mensen gewoon niet echt serieus nemen. Ja, mensen denken, je bent jong, je kan het niet. En dat viel me tegen. Wat heb je nou voor advies aan mensen die ook graag iets groots willen organiseren? Heel goed kijken wat je kunt doen en wat je wil doen en of het ook mogelijk is om het te doen. Of mensen wel dit wel willen zien bijvoorbeeld. Voor mijn show, dat wilden heel veel mensen. Wij hadden gewoon geen interesse erin. Je wilde het helemaal niet zien. Ja, in feite wel. En dat werkt gewoon niet. En je moet gewoon als je niet zoveel van af weet, ga gewoon eerder naar hulp zoeken. Ja, heel veel succes dan, hè? Ja. Dankjewel. Mooi tijd. Nee. Jezus, waar zit jij nou weer ineens? In een officieel kantoor. Deze heeft een kantoor. Hoezo? Je had toch een leuke achtertuin met een kantoor? Ja, die was heel leuk. Maar toen kwam ik in gesprek met BMG Nederland. En toen was het verhaal van, kom anders hier zitten. BMG Nederland is de Justin Timberlake en de Britney Spears en Kane, Maroon 5, alle idols, Boris, is Maud. Dit een major maatschappij waar jij zo tegen was? Waar ik zo tegen was, dat heb ik nooit gezegd. Dankzij al het gedownload, wat iedereen doet, is de cd-verkoop ontzettend gekelderd. En dat heeft weer tot gevolg dat de major maatschappij echt helemaal niks meer doen met nieuwe bands. En dat is jammer, want er zijn heel veel leuke bands in het land en daarvoor ben ik. Het blijkt dus dat deze majors nog wel aandacht hebben voor nieuw talent. Anders zouden ze mij niet vragen waarschijnlijk. Stacey die heeft een heel mooi kantoortje in de hoek en die loopt mee. Die draait met alle meetings mee. Of het nou A&R of marketing meetings of promo meetings of verkoopvergaderingen. Gewoon te zien hoe doen wij het. En vervolgens praten wij met haar en dan gaan we naar Dutch Delight avonden. En dan zien we dat je met veel kleinere budgetten toch ook hele grote dingen kan bereiken. Dus jullie leren dan, van elkaar. Ja, en dan gaan we wel eens kijken hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt. Stacey is in onze ogen in ieder geval een talent. En die moet je dichtbij houden. Ja, dat was Jurgen, dankjewel. Ben je dan niet bang dat je wordt opgeslokt door zo'n bedrijf? Ik bedoel, blijf je onafhankelijk? Absoluut. Stage Records is en blijft mijn ding. Daar heeft BMG verder niks mee te maken. Dus je wil je nog wel inzetten voor kleine bands? Of onbekende nog wel, bands? Dat staat op nummer 1. Dus, ja. Niet voor Justin Timberlake? Nee, die is er al. Die is er al. De stelling was eigenlijk dat de moslims een lager incasseringsvermogen hebben dan niet-moslims. Sinds de komst van de gastarbeiders hoorde je helemaal geen stemmen vanuit de minderheden. En nu wij goed gedekt zijn, nu wij de taal kennen, nu wij de taal beheersen, nu wij onze mening kunnen formuleren, hebben we opeens een laag tolerantievermogen. Wij zijn heel lang tolerant geweest, maar niemand
die geïnteresseerd in ons was. Ik volg deze discussie op de voet vanuit België. Maar wat jullie willen zeggen is dat jullie moeten deze maatschappij als een voorbeeld functioneren. Want je mag je hoofddoek aandoen op zerk. Mijn zuster mag dat niet. En in veel in België mag dat gewoon niet. Jullie hebben hier moskeeën met pilaren en... Maar we zullen wel. Wij hebben dat niet. Dus zo dring je respect af in een democratie. Door gewoon actief deel te nemen aan die democratie. Door niet je de mond te laten snoren omdat je je beledigd voelt. Nee, neem gewoon deel. Wees actief. En dring je respect af. Ik vond het heel goed gaan. Mijn plan is gewoon geslaagd. Is het zo? Ja. Want wanneer iemand sprak, werd het gewoon lekker heel rustig. Weet je, werd gewoon geluisterd naar elkaar. En een hele volle zaal, hè? Ja, volle zaal. Ik had iets van, nou, het is klein, maar goed, het is helemaal vol geraakt. Ja, dat is veel jongeren. Heel veel jongeren, ja, ja. En ben je blij met deze avond? Ja. Hartstikke blij. Ik ga het vieren. Stacy, het is nu een jaar later. We hebben jou nu een jaar gefilmd. En weet je nog wat jij vorig jaar zei? Van mijn plan is geslaagd als... Ja, het is al een jaar geleden, een jaar veel meegemaakt. Maar als ik goed nadenk, heb ik iets gezegd als... Mijn plan is geslaagd als een van mijn bandjes op straat herkend wordt of zoiets. Volgens mij was het zoiets, toch? Ja, en daarbij dacht je dat Behave wel een goede kans maakte. Ja. De meeste kans op bekendheid of zo. Is dat gelukt? Ik heb eigenlijk geen... Ja, af en toe hoor ik wel verhalen dat ze in kroeg worden herkend en dergelijke. En dat de meisjes ze wel aantrekkelijk vinden. Dat is hartstikke leuk. Maar ja, hoe ga je dat nou aan ons bewijzen? Ja, want wij geloven dat natuurlijk niet zomaar. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, hoe moet ik dat dan bewijzen? Ik heb Michiel G. zijn er ook bij. Misschien kunnen zij het verzinnen. Hier is Behave. Ja, anders gaan we in onze blote kont staan. Ik denk wel dat mensen dan ons herkennen. Erg herkennen jullie kont. Ja. Zijn jullie misschien de jongens van Behave? Ja, hoe weet je dat? Zijn jullie tevreden over het afgelopen jaar en over Stacy? Ja, super tevreden. We hebben heel veel mogen zien, heel veel gedaan. Wil je hiermee zeggen dat je plan geslaagd is? Ja, toch? Ik denk het wel. En we gaan verder, dus hou steunstrekkers.com in de gaten. Hey, zit je nou nog steeds op die bank? Dit is geen programma voor bankhangers, weet je. Bouwhooi. Doe eens Andy, Fatima en de rest. En kom met een plan. Er is nog genoeg te doen. Ga naar www.ikhebeenplan.nl. En de beste plannen komen met je naam en de hele reuten met uit en de hele Santa Kraam en de flikkersbende op de website. Kom op, je hebt een plan, toch?